Een reddingsteam van de kustwacht is op zoek naar een visser die wordt vermist na een bootincident in het Matapika-gebied. De man verdween in de diepte nadat een boot met 4 inzittenden kapseisde. Dit wordt bevestigd door Raju Bolla, directeur van de kustwacht. De 3 andere vissers konden gered worden en helpen ook mee met de zoekactie. 3 van de opvarenden gered waren door een vissersboot. En dat ze daarop waren. En wij zijn toen vertrokken om die zoekactie op te doen. En we waren zo tegen zeg maar 3 uur in het gebied. En zo is al begonnen met het zoeken naar de drenkeling. Die overigens een zwemvest om had. Jammer genoeg is het gisteravond niet meer gelukt om hem te vinden. De boot is toen gedirigeerd richting het vissersvaartuig om daar dan de 3 opvarenden op te halen. Die mensen die gered zijn geworden, die hebben we vanmorgen aan boord kunnen nemen. Want in het donker is het een beetje moeilijk om helemaal dicht bij de kust te komen van onze grootte. Hè? Ja. De diepgang van onze boten zijn groter dan die van een SK-vaartuig. En het is vanmorgen gelukt om die 3 mannen op te halen. En zijn we toen gestart met opnieuw begonnen met het zoeken. Natuurlijk hebben we toen meer informatie gekregen van de drenkelingen. En daaruit bleek dat eigenlijk een incident zich heeft voorgedaan om 6:30 in de ochtend. Dus we hebben kostbare tijd verloren. Bolla zegt dat indien er eerder aan de bel was getrokken door de hulpzoekenden, de zoekactie veel effectiever zou zijn. Het reddingsteam heeft nu wel een idee waar de drenkeling mogelijk gevonden kan worden.